Goedenavond. We zijn weer live. Het is 8:30. Ik ben op dit moment zowel live op Facebook, hoi, als op Instagram. Gewoon eens even kijken hoe dat gaat werken. Voor beide geldt, als je vragen hebt, dan kan je ze altijd stellen in de comment. Laat me vooral even weten als je meekijkt, dat vind ik leuk. En dan gaan we gewoon lekker aan de gang. Vandaag wil ik eigenlijk een hele hoop vertellen over de zon. Want de zon, ja, die is ontzettend belangrijk voor ons. Ik zie dat Corny inmiddels aangesloten is. Superleuk. We gaan het hebben over vitamine D. En vitamine D is, nou ja, is een vitamine. Die kennen we waarschijnlijk allemaal. Hij wordt genoemd de zonvitamine. En leuk dat jullie meekijken. En die zonvitamine die is heel erg belangrijk voor onze gezondheid. Hey Wouter, tof dat je er bent. Waarschijnlijk hebben jullie heel erg van de zon genoten de afgelopen tijd en hopelijk ook goed ingesmeerd. Ontzettend belangrijk. Maar vandaag wil ik jullie ook laten weten waarom het misschien heel erg belangrijk is om wel onbedekt de zon in te gaan en nou ja, wat er dan gebeurt met je lichaam. Vitamine D. Vitamine D is, hoe raar eigenlijk ook, het is niet eens een vitamine. Vitamine D is een prohormoon. Wat betekent dat het een hormoon is wat zeg maar, ervoor zorgt dat andere hormonen goed kunnen functioneren. En de reden dat het geen vitamine is, maar een hormoon, heeft te maken met het feit dat we het zelf kunnen aanmaken. Dus via onze huid kunnen wij vitamine D aanmaken. Vitamine D is een in vet oplosbaar hormoon, wat betekent dat het vetten nodig heeft om opgenomen te kunnen worden. En ook om goed te kunnen functioneren. We maken vitamine D aan zelf, dus via de huid. En dat doen we door de UVB-straling. Dus dat is de straling die de zon afgeeft. Het is heel erg belangrijk om een krachtig genoeg zon te hebben om daadwerkelijk die straling te kunnen opnemen. En daarnaast, wat er ook nog bij zit, is dat we vitamine D uit voeding kunnen halen. Waarschijnlijk ken je wel levertraan van vroeger. Dat werd heel veel gebruikt ook om vitamine D binnen te krijgen. Het zit in vette vis, zalm eigenlijk voornamelijk, maar dat zijn echt minimale hoeveelheden. Nou, wat ik vandaag met jullie wil doornemen zijn vijf redenen waarom vitamine D zo belangrijk is voor je gezondheid. En natuurlijk ook tips om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk voldoende vitamine D binnen kan krijgen. Misschien heb je wel eens het gevoel dat je, nou ja, meer vermoeid bent dan wat gebruikelijk is. Of dat je sneller ziek bent dan dat je eigenlijk zou willen. Wellicht zit osteoporose in de familie, of heb je daar zelf last van? Of reuma, artrose. Heb je soms last van neerslachtigheid of heb je vaak spierpijn? Dat zijn allemaal tekenen dat je een tekort aan vitamine D zou kunnen hebben. Uiteraard hebben al die klachten ook met heel veel andere dingen te maken. Maar vitamine D is zoveel meer belangrijk voor ons lichaam dan dat we dat eigenlijk, nou ja, eigenlijk verwachten van tevoren. De eerste is dat het essentieel is voor onze botten en gewrichten. En dit is denk ik ook de meest belangrijke. Vitamine D zorgt er namelijk voor dat de mineralisatie in je botten goed is. Wat betekent dat het ervoor zorgt dat calcium, magnesium, vitamine K, dat allemaal goed de botten in kan. Over het algemeen is het dus ook niet zo dat wanneer je zwakke botten hebt of wanneer je poreuze botten hebt, dat je dan een calciumtekort hebt. Vaak is het zo dat je een vitamine D-tekort hebt en dat die vitamine D ervoor zorgt dat die calcium dus niet goed de botten in kan. Dus daarom is het ontzettend belangrijk om voldoende vitamine D binnen te krijgen. En dat is ook een van de redenen waarom het voor oudere mensen over het algemeen nog belangrijker is om te letten op de vitamine D-opname. Omdat de botten ook naarmate je ouder wordt, standaard al wat meer poreus worden. Daarnaast is vitamine D echt essentieel voor je weerstand. En met je weerstand bedoel ik dus je immuunsysteem, hè? Dus hoe gaat je lichaam om met eventuele griepaanvallen? Een verkoudheid, maar ook de weerstand bij bepaalde ontstekingen. En zelfs wanneer je schadelijke cellen in je lichaam hebt. Vitamine D zorgt er namelijk voor dat die weerstand, dus de manier waarop je lichaam ermee omgaat,
dat dat goed kan werken. Dus het zorgt ervoor dat de ontstekingsreacties in je lichaam gereguleerd worden. En dat verklaart ook dat wanneer je een vitamine D tekort hebt, dat het zomaar eens kan zijn dat je sneller ziek bent en dat je je minder fit voelt. Dat komt omdat het lichaam niet optimaal kan functioneren als het om de weerstand gaat. Derde punt is dat vitamine D heel erg belangrijk is voor je zenuwcellen en voor de celdeling. Nou, wat ik daarmee bedoel is de zenuwcellen, dus het goed functioneren van de zenuwcellen. Dus wanneer je snel last hebt van zenuwpijnen, als je bijvoorbeeld fibromyalgie is een heel goed voorbeeld, waarbij je vaak merkt dat mensen die fibromyalgie hebben ook een tekort aan vitamine D hebben. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het ontwikkelen van cellen. Dus het zorgt er namelijk voor dat schadelijke cellen minder snel kunnen groeien. En dat is waar vitamine D ook een hele belangrijke rol in speelt. Dus dat is ontzettend belangrijk als je het hebt over bijvoorbeeld chronische ziekten. Dus het vertraagt eventueel die celdeling waar nodig. En het zorgt ervoor dat zenuwen beter kunnen geleiden. Dat zenuwen minder... minder last hebben, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Dus dat is een hele belangrijke wat vitamine D ook doet. De vierde, en deze wordt eigenlijk best wel vaak vergeten, dat vitamine D heel erg belangrijk is voor sporters. Stel dat je vaak last hebt van spierkrampen, van spierpijn, of je herstelt niet goed van het sporten, dan kan het zomaar zijn dat je lichaam een vitamine D tekort heeft. En we koppelen het altijd aan magnesium. En dat is ook helemaal waar. En het is ook zo dat magnesium en vitamine D zijn... Zijn eigenlijk partners van elkaar. Die werken gewoon constant samen. Dus wanneer je een tekort aan vitamine D hebt, heb je vaak ook een tekort aan magnesium en andersom. Heb je dus als sporter snel last van spierpijn, herstel je slecht, heb je weinig energie om te trainen, kijk dan eens of vitamine D misschien een tekort zou kunnen zijn. De laatste, punt nummer 5, en dat is ook een wat bekendere, denk ik, is een stukje energie. En dan voornamelijk in neerslachtigheid. We kennen natuurlijk allemaal de winterdip. Nou, het is natuurlijk niet heel gek dat de winterdip te maken heeft met een vitamine D tekort. In de winter is de zon namelijk niet krachtig genoeg en kan je dus ook veel minder vitamine D aanmaken. En er is wel echt onderzocht dat vitamine D een hele belangrijke rol speelt in het cognitief functioneren. Oftewel, vitamine D is super belangrijk om ervoor te zorgen dat je goed kan denken, dat je goed kan handelen, dat je blij bent. Dus we zien ook heel erg vaak dat vitamine D, een tekort aan vitamine D, een van de redenen kan zijn dat iemand eerder neerslachtig voelt, misschien depressieve gevoelens heeft, maar ook vermoeid is. Ja, en dat laatste heeft dan deels ook te maken met het feit dat vitamine D essentieel is om andere vitamine en mineralen goed op te kunnen nemen. Dus de 5 punten waarom vitamine D zo belangrijk voor je gezondheid, en er zijn er echt nog zoveel meer. Het is essentieel voor je botten en gewrichten. Essentieel voor je weerstand, dus voor je immuunsysteem. Het is belangrijk voor zenuwcellen en het vertraagt de celdeling. Het is goed voor sporters en het zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit. Nou, dat laatste is natuurlijk ook wel de reden waarom we allemaal zo blij worden van de zon. Want natuurlijk, als je dit allemaal zo hoort, denk je misschien van, goh, dit is echt een super, super belangrijk prohormoon. Ik noem het gewoon even vitamine, want dat is makkelijker. Een super belangrijke vitamine om binnen te krijgen. En dat is dus ook zo. Maar ja, hoe zorg je er dan voor dat je daadwerkelijk genoeg binnenkrijgt? En hoe weet je dat nou? Nou, stel dat je bepaalde klachten hebt die we net al kort bespraken. Hè? Dus veel vermoeidheid, niet lekker in je vel zitten. Misschien moe zijn of wanneer je specifiek osteoporose, artrose of zenuwgerelateerde klachten hebt, reumatische klachten, dan kan je er eigenlijk al bijna van uitgaan dat je een tekort aan magnesium hebt. Of aan vitamine D hebt, ook magnesium trouwens. Richelle zegt, het klopt helemaal. Ik heb het laatst gecheckt en ik had zowel een vitamine D en magnesium tekort. Ik slik het nu dagelijks bij. Nou, super. Dan zie je dus ook al gelijk dat je vitamine D
ook veel sneller tekort is dan dat je dat misschien zou verwachten. En helemaal met dit mooie weer natuurlijk. Ja, weet je, we zijn zoveel in de zon. Dan zou je toch eigenlijk verwachten dat je wel genoeg vitamine D binnenkrijgt. Dat hoeft dus niet zo te zijn. En het volgende wat ik graag wil meegeven is hoe het nou kan dat je alsnog een vitamine D tekort kan hebben, ondanks dat je misschien wel veel buiten bent. Want zoals jullie waarschijnlijk wel weten, je maakt dus vitamine D aan via de zon. En dat gebeurt in je huid. De meest bekende plek is de binnenkant van je onderarmen. En eigenlijk alle plekken waar je huid vrij dun is. Daar gaat het voornamelijk om. Dus bijvoorbeeld je ellebogen en je knieën is je huid natuurlijk heel erg dik. Leuk dat je erbij bent, Rianne. Daar is je huid heel erg dik. En daar kan je lichaam dus niet zo goed vitamine D aanmaken vanuit de zon. Dus belangrijk, als je de zon ingaat, zorg ervoor dat in ieder geval je onderarmen onbedekt zijn. Dus ga bij spreken zo een kwartiertje in de zon zitten. En dan gaat het alweer veel makkelijker om die vitamine D aan te maken. Dus dat is een hele belangrijke om te onthouden. Daarnaast, in Nederland is de zon helaas niet zo heel erg krachtig. Zoals ik net al zei, je hebt die UVB-straling nodig. En je hebt ook een bepaalde kracht van de zon nodig. Om er daadwerkelijk voor te zorgen dat je die vitamine D kan opnemen uit de zon. Je kan stellen dat gemiddeld 4-5 maanden in het jaar in Nederland, dus dan heb je het over, nou, laten we zeggen van mei tot aan september ongeveer, is de zon krachtig genoeg. Maar dan ook echt alleen maar tussen ongeveer 11 en 3. En wanneer je natuurlijk onbedekt, zonder zonnebrand, in de zon zit. En wat is het advies wat we altijd krijgen? Uit de zon blijven rondom die tijden, want dan is die het krachtigst, en altijd direct insmeren. Nou, dat laatste is natuurlijk wel heel erg belangrijk voor je huid. Alleen, het zorgt er ook voor dat je dus geen vitamine D kan aanmaken. Dus een goede tip kan zijn om ervoor te zorgen dat je wel de zon ingaat. En dat je dat ook eventjes doet zonder zonnebrand. Dus al ga je een kwartiertje in de zon zitten, tussen 11 en 3 overdag. En smeer je daarna in, dat is prima. Je kan in dat kwartiertje kan je al ontzettend veel vitamine D aanmaken. Helaas hebben de meeste mensen van ons een baan en zorgt dat er dus ook voor dat we overdag eigenlijk niet echt in de zon komen. Nou, en dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom we zien dat bijna iedereen een vitamine D tekort heeft. Het is zelfs zo dat het voedingscentrum al adviseert aan iedereen om in de winterperiode vitamine D bij te slikken. En in de zomerperiode alleen voor mensen die zwanger zijn en voor, ik geloof, 50 plus of 60 plus. Nou, dat laatste heeft te maken met het feit dat je lichaam ook steeds minder makkelijk die vitamine D uit die zon kan aanmaken. Je botten worden poreuzer en daarmee is het alleen maar belangrijker om die vitamine D binnen te krijgen. Dus buiten de zon, die we helaas gewoon niet altijd genoeg hebben, zijn er nog een aantal andere mogelijkheden. Ik heb er eentje al kort genoemd, dat is voeding. Waarbij ik wel gelijk wil meegeven dat de hoeveelheid vitamine D die je daadwerkelijk uit je voeding binnenkrijgt is echt minimaal. Als je een goed stuk verse zalm hebt, dan zit daar wel wat in. Ongeveer 10 tot 15 microgram. Maar de rest van de voeding is eigenlijk al heel erg weinig. Nou, en dan blijft er maar eentje over en dat is suppletie. 50 plus zie ik van Connie, dankjewel. Dus vanaf 50 wordt er al geadviseerd om vitamine D bij te nemen. En dat kan je dus doen door een supplement. Nou is daar ook nog een heel erg groot verschil in. Waar het voedingscentrum 10 microgram adviseert, wil ik eigenlijk wel stellen dat dat misschien wel heel erg laag is. Het meest ideale zou ongeveer zijn tussen de 25 en de 50 microgram. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend groot verschil. Waar die verschillen in zitten, heeft heel erg te maken met de referentiewaardes die onderhand verschillen per organisatie. Ze verschillen sowieso per land. En eigenlijk zegt iedereen daarin wat anders. Onthoud dat je door de zon alleen al makkelijk 10 tot 20.000 eenheden aanmaakt. Nou, er zijn, om het nog verwarrender te maken, bij vitamine D 3 verschillende meetmogelijkheden. Je hebt microgram, je hebt UI en je hebt IE. Dat heeft te maken met interne of internationale eenheden.
Met de zon maak je met gemak 10 tot 20.000 eenheden aan in een kwartier ongeveer. 10 microgram is 400 eenheden. En ik denk dat dat al wel laat zien dat je dus absoluut niet bang hoeft te zijn om te veel vitamine D binnen te krijgen. Want alleen al door de zon maak je dus zoveel meer aan. En het mooie is, je lichaam kan het ook opslaan. Dus met dit mooie weer, of als je lekker op vakantie bent, kan je lichaam voor 2-3 maanden ongeveer aan een buffertje voor vitamine D opslaan, wat het in die maanden erna kan gebruiken. Super goede reden om regelmatig op vakantie te gaan dus. Nou, als dat je niet lukt, of als je echt een tekort hebt, dan is het dus heel erg verstandig om vitamine D als supplement bij te slikken. Ga dan voor minimaal 25 tot 50 microgram. En zorg ervoor dat je dit neemt bij een maaltijd. En dat laatste is super belangrijk, want het is, zoals ik in het begin al aangaf, een vitamine die vetten nodig heeft om opgenomen te worden. Dus als je het niet neemt bij een maaltijd waar vetten in zitten, kan je lichaam het al niet eens meer opnemen. Nou, dus dat is ontzettend belangrijk om even goed in de gaten te houden. Heb ik nog een aantal algemene tips, en misschien ook wel leuk om te weten. Stel je gaat lekker een dagje naar het strand. Je gaat de hele dag in de zon liggen. En ik denk dat bijna iedereen dan wel ook merkt dat hij aan het einde van de dag echt super moe is. De zon maakt ons moe. Nou, waar heeft dat mee te maken? Dat komt omdat je lichaam magnesium nodig heeft om vitamine D op te kunnen nemen uit die zon. Dus stel je hebt een magnesiumtekort, kan je ook onvoldoende vitamine D aanmaken. Een hele goede tip is om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld voordat je de zon ingaat, wat extra magnesium neemt. Zodat je merkt dat je gedurende die dag, dat je dus ook minder vermoeid raakt. Want je lichaam heeft gewoon echt extra magnesium nodig. Nou, magnesium is een van de mineralen die vermoeidheid veroorzaakt en ook wegneemt. En daarom zie je dus ook dat wanneer je een dagje naar het strand gaat, dat je gewoon moe bent erna. Dat is heel erg logisch. Dank Sanne, leuk dat je erbij bent. Een andere is dat de kleur, je huidskleur heel erg veel zegt over je opneembaarheid van je vitamine D. Dus hoe donker je huidskleur is, hoe moeilijker je vitamine D kan aanmaken uit de zon. En daarom zie je ook dat mensen met een donkere huidskleur eigenlijk altijd meer vitamine D bij moeten slikken dan mensen met een lichte huidskleur. Dus dat is nog gewoon een leuke extra om te onthouden. En om nou te weten of die zon daadwerkelijk krachtig genoeg is of niet, is er nog een hele simpele tip. En dat is namelijk, hey Roos, leuk dat je erbij bent. Een hele simpele tip is namelijk, als je op straat loopt en je ziet je eigen schaduw, is die schaduw langer dan dat jij bent, dan is de zon krachtig genoeg. En dan weet je dus ook dat je vitamine D kan aanmaken. Is die schaduw korter, dan is de zon helaas niet krachtig genoeg. En nou ja, dan is het nog steeds heerlijk om van de zon te genieten. Maar die vitamine D maak je niet aan. Dus dat zijn een beetje de algemene tips als het om vitamine D gaat. Ik denk dat het belangrijk is om te onthouden dat vitamine D voor ontzettend veel dingen in je lichaam echt heel erg belangrijk is. Het is goed voor je weerstand. Het is een van de belangrijkste regulators voor je botten. Dus voor je botten en je gewrichten. Zonder vitamine D kan calcium het bot niet in en heb je sneller last van poreuze botten. Het is goed voor je zenuwen. Je zenuwen die zullen beter functioneren. Daarmee bedoel ik dus ook je zenuwcellen. Dus ook wanneer je bijvoorbeeld fibromyalgie hebt, is het heel erg belangrijk om vitamine D extra te slikken. Het vertraagt de celdeling en het zorgt er gewoon voor dat je lekkerder in je vel zit. Nou, onthoud die dingen en ga kijken of je eventueel een vitamine D tekort hebt. Je kan dit vrij makkelijk testen bij de huisarts. En je kan er ook altijd een berichtje sturen en dan kijk ik even met je mee. Want over het algemeen kan je met een aantal symptomen kan je al vrij makkelijk zien of iemand een vitamine D tekort heeft. Twijfel je nou of je extra vitamine D zou moeten slikken? En zo ja, hoeveel? En van welk merk? En weet ik wat allemaal? Stuur gewoon een berichtje of laat een comment achter hier. En dan kijk ik daar met alle liefde even met je mee. Dat was eigenlijk wat ik vandaag met jullie wilde delen. Als er nog vragen zijn, dan kan je ze in de comment zetten. Dan kan ik er of direct nog even op reageren. En anders dan doe ik dat sowieso later. Deze video blijft gewoon staan. Dus als je denkt van, ik wil het graag later nog een keertje terugkijken.
Of als je iemand anders weet in je omgeving die dit absoluut ook moet weten, dan tag ze in de video en dan kunnen ze die video ook terugkijken. Volgende week, maandag 8:30, gaan we weer live op Facebook en dan ga ik het met jullie hebben over de vakantie. Stel nou dat je op vakantie bent, hoe doe je dat dan met je voeding? En ja, help. Dus daar gaan we het volgende week over hebben. Als er nu geen vragen zijn, wil ik jullie onwijs bedanken voor je tijd. Leuk dat je meekeek en nou ja, tot de volgende keer. En ook op Instagram. Leuk dat jullie er waren en dit ga ik zeker vaker doen. Doeg!